Een winters plaatje uit Winterswijk, maar ook met een klein vleugje lente. En vandaag ging de regen steeds vaker over in natte sneeuw, ook sneeuwvlokken af en toe. En hier op het grasveld bleef dat een tijdje liggen. Die bewolking brak vanuit het noorden steeds vaker open. En die opklaringen die zijn vanavond nog een aandachtspunt voor gladheid. Dit is het radarbeeld van vandaag overdag. Die neerslagzone trok vanuit het noorden richting het zuiden over het land. En die blijft daar nog een beetje slepen. Terwijl vanaf de Noordzee die opklaringen, maar ook nog steeds winterse buien ons land aandoen. Dus we hebben een beetje een tweedeling wat weerbeeld betreft. Als we dat even vooruit trekken in de tijd en eens even kijken naar de verwachting van de weermodellen, dan zien we ook hoe vanavond die neerslagzone nog altijd aanwezig is boven het zuiden en zuidoosten van het land. En daar gaat het dus ook door met sneeuw. En daar kan dus ook een sneeuwdek ontstaan, terwijl in het noorden nog enkele winterse buien overtrekken. We zien de temperatuur rond het vriespunt liggen. En morgen vroeg op de dag trekt vanuit het zuiden weer een volgend neerslaggebied, vooral over het zuiden van het land. En dan is het nog niet gedaan met de sneeuw. Want later op de woensdag en tijdens de nacht naar donderdag opnieuw boven het zuiden een neerslaggebied met sneeuwval in het weermodel. En donderdagochtend dan pas lijkt het weer tijdelijk wat droger te worden. Dat levert dan de volgende kaart op voor vanavond. Vanaf de Noordzee komen dus nog enkele winterse buien, vooral over het noorden van het land. Die neerslagzone sleept nog boven delen van Limburg en Brabant. Misschien net nog het zuidoosten van Gelderland. Daar kan het sneeuwdek nog wat verder aangroeien. Temperatuur is kantje boord wat gladheid betreft. Ligt net iets boven het vriespunt, maar vannacht gaat het wat verder afkoelen. Nou, dan nog even naar de sneeuwkaart van vandaag. Vooral in het midden van het land enige tijd natte sneeuw. En vooral in het zuidoosten, daar ligt het zwaartepunt van die sneeuwval. Daar hoopt zo'n 1 tot 3 centimeter op. En in de Limburgse heuvels kan dat oplopen naar zo'n 5 centimeter. Dan kijken we even naar de nacht, want dan gaan die opklaringen vanuit het noorden zich uitbreiden. Gaat het verder afkoelen, komt de temperatuur onder het vriespunt uit. En overdag is natuurlijk regen gevallen. Op natte wegen kan dat zorgen voor gladheid door bevriezing. En in het zuiden valt altijd dan nog sneeuw. Morgen overdag dan komen we opnieuw met sneeuw in aanraking. Vooral in het zuiden van het land. Die neerslagzone breidt zich vanuit het zuiden uit, maar trekt dan ook weer weg richting Duitsland. Dus dat bereikt het midden en het noorden van het land niet of nauwelijks. Daar een mix van zon en wolken, maar ook nog wel kans op een enkele winterse bui vanaf de Noordzee. Temperatuur ligt daarbij boven het vriespunt in de middag zo'n 4 of 5 graden. Nou, dat levert voor morgen dan het volgende plaatje op. Vooral in het zuiden van het land dan nog kans op gladheid door die winterse neerslag. Is een wat kleiner gebied. Op het grensvlak nog natte sneeuw. 1 tot 2 centimeter op het grensgebied tussen Noord-Brabant en Limburg. En in de Limburgse heuvels opnieuw zo'n 2 tot 5 centimeter. Nou, dat is dus de verwachte sneeuw voor de komende 2 dagen. Vanavond om 6:30 gaan we nog live. Kan je je vragen stellen aan de meteoroloog? Dus hou ons YouTube-kanaal in de gaten voor alle updates over de sneeuw. Dan wens ik je nog een fijne dag.